Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe dagelijkse vlog. Het is vandaag donderdag 7 mei en het is nu 9:45. Om 10 uur heb ik weer een online les. Maar ik wil eigenlijk heel graag gaan sporten. Ik heb ook alweer mijn sportkleren aan. Maar ja, ik heb dus om 10 uur gewoon les. Maar het is gewoon, ik heb van 10 tot 12 heb ik dadelijk NRE. Dus Nederlands, Rekenen en Engels. En ik begin met rekenen. Ik heb daarna Nederlands en daarna Engels. En daarna heb ik weer dat vak waar ik gisteren voor heb gefilmd. Dus dan kan ik de video gaan editen. Maar ook wil ik vandaag naar Dion gaan, als dat mag. Dus ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Ja, ik ga dus gewoon denk ik naar beneden en dan ga ik gewoon alvast één workout doen. Vandaag staan er namelijk 3 workouts op de planning. Dus dat valt op zich ook nog wel mee. Dat is ongeveer 30 minuten. Dus als ik nu gewoon even één workout doe, dan doe ik even mee in het begin van de les. Daarna doe ik nog een workout. Dan doe ik even mee met het einde van de les, zeg maar de afsluiting. En daarna doe ik wel nog even een workoutje. Dus ik ga het gewoon denk ik zo doen. Ik ga gewoon even mijn laptop pakken. Ik ga eventjes mijn flesje water vullen. En dan ga ik lekker even sporten, want ik heb er wel heel veel zin in. Dus let's go. Nou, we zijn bij dag 4, dus we moeten deze 3 workouts doen. Ik ga in ieder geval beginnen met deze, want het is nu al 9:50. Dus ja, let's go. Oké, echt super chill. Ik zat dus net bij mijn rekenles en ik dacht eigenlijk echt van, hier heb ik echt geen zin in. Maar ze gaf gewoon letterlijk antwoorden. Of ja, wel met uitleg natuurlijk, maar we mochten de antwoorden gewoon opschrijven als we gewoon meededen met de uitleg. Dus ik heb nou van, ik denk echt letterlijk 11 opgaves heb ik nu antwoorden voor in een oefenexamen. Dus dat is heel fijn. Ik ga nu even verder de was uithalen, want daar was ik mee bezig. Ik heb dadelijk alleen nog even Engels en daarna nog een ander vak. Maar ik moet ook nog even douchen. Maar ja, ik ga wel eerst even de was uithalen en dan ga ik daarna door naar mijn volgende les. Het is namelijk nu 11:50. En ik heb om 11:30 weer een andere les. De Engelse les tot 12 uur. Dus. Oké jongens, het is nu 12:45. Ik heb net even lekker beneden gegeten. Ik had echt super lekker gegeten vandaag. Ik had weer 2 boterhammen geroosterd. En dan had ik er een beetje weer kruidenboterachtig iets op gedaan met rucola en eitjes. En het was super lekker. Ik had er daar trouwens 3 van gehad. En ik had nog een boterham met pasta gehad. Ja, ik eet echt altijd tegenwoordig zoveel in de middag. Maar dat komt omdat ik iedere ochtend eigenlijk maar 1 boterham eet. En dan eet ik dus pas rond 12:30 weer middag eten. Dus dan heb ik eigenlijk altijd echt super erg honger. Dus dat heb ik even gegeten. Ik ga nu verder YouTube kijken, want daar heb ik heel veel zin in. Ik heb nu gewoon les eigenlijk, maar we moeten verder werken aan de opdracht het kistje. Ik had daar gisteren dus voor gefilmd, maar ik heb echt geen zin om nu te gaan editen. Dus dat doe ik straks wel. Maar ja. Ik ga gewoon even lekker YouTube kijken en daarna ga ik wel een keer editen ofzo. Dus. Oké guys, sorry, ik doe vandaag ook weer niet echt heel erg veel speciaals. Ik ben weer lekker Netflix aan het kijken. Ik ben nu bij aflevering 2 van seizoen 2. En het is echt mega spannend. Ik ga beneden even wat lekkers halen, want ik heb wel zin in iets van een koekje of zo. De was is ook bijna klaar, dus die ga ik ook bijna even uithalen. En ik moet nog eventjes de vlog editen. Dus dat is ook wat ik dadelijk nog eventjes wil gaan doen. Dus ja, ik ga even wat lekkers beneden halen. En dan ga ik even verder Netflix kijken of ik ga even editen. Dan moet ik even kijken. Oké guys, echt super lief. Mijn zus kwam net mijn kamer binnen en ze zei dat ze iets voor me had. Dus ik dacht echt van, wat zou zij nou voor me hebben? Maar ik heb jullie al vaak verteld dat wij heel erg into het kleuren zijn en zo van allemaal van die coloring books. En ik gebruikte eigenlijk het wat oudere boek van mijn zus. Maar nou heeft ze dus, was ze naar de Action gegaan en heeft ze voor mij zelf zo'n coloring book gekocht. Adult coloring book, dus het is gewoon zo'n volwassen kleurboek met allemaal van die mega leuke kleurdingen. Ik vind dit zo leuk. Kijk, hoe leuk is dit? En dan kun je al die vakjes inkleuren. En ze had ook voor mij bij de HEMA van die stiften gekocht. Ik gebruik altijd die van haar en die van mijn moeder. En ook de kleurtjes. Die komen ook gewoon van de Action. Super leuk. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Maar zoals ik zei, ben ik dus lekker aan het editen. Ik ga nu even de thumbnail maken en dan kan die weer gaan exporteren. En dan kan ik me inplannen op YouTube. En ik vind dit heel erg leuk. Dus ik ben hier heel erg blij mee.
mijn video is hier achter mij nu aan het exporteren. En dus aan het opslaan. Het is nu 3:15 en ik ga dus zo naar Dion. Mijn moeder is nu nog even wandelen met mijn zus. Maar als we terug zijn, dan denk ik dat mijn moeder mij wel kan wegbrengen. Maar ik ga eventjes spullen inpakken voor naar Dion. Ik ga dus nu op donderdag en dan blijf ik tot zaterdag. En dan kom ik zaterdag dus weer naar huis. Ja, dit is eigenlijk iedere week anders. Soms doen we het bijvoorbeeld alleen op zaterdag op zondag. Soms vrijdag, zaterdag, zondag. Dus het verschilt eigenlijk heel erg. Maar vandaag, of deze week, wordt het dus donderdag, vrijdag op zaterdag. En ik heb er wel heel erg veel zin in. Maar me leek het wel een heel erg leuk idee om jullie mee te nemen met wat ik nou meeneem naar Dion. Ik heb ook wat spullen bij hem. Maar eigenlijk heb ik geen kleren bij hem. Ik neem eigenlijk altijd gewoon een volle tas met spullen mee naar hem. Dus ja, ik dacht misschien is het wel leuk om aan jullie te laten zien. Voor de mensen die bijvoorbeeld ook een vriend hebben en ze deze spullen moeten inpakken. Of gewoon omdat je het leuk vindt om te kijken. Dus ja, laten we gaan beginnen. En het eerste waar ik eigenlijk altijd mee begin zijn mijn kleding. Omdat ik dit eigenlijk een van de belangrijkste dingen vind om mee te nemen. Dus laten we gaan beginnen. Oké, dit is natuurlijk niet wat ik aandoe. Of ja, misschien deze trui wel. Maar in ieder geval niet deze broek. Dus als eerste doe ik dadelijk gewoon deze broek aan. Deze komt gewoon van de Zara. En ik neem altijd een extra broek mee. Voor hetzelfde geld gaat deze kapot. Of komt hier iets van een vlek op of zo. Dus ja. Neem gewoon deze broek mee. Deze komt ook van de Zara. Ik hou echt van de spijkerbroeken van de Zara. Dus de broeken heb ik al. Dan neem ik verder een slaapbroekje mee en een joggingbroek. Gewoon natuurlijk om te chillen in de ochtenden of in de avonden of zo. Dus die gaan mee. Oké, volgens mij wordt het zaterdag best warm. Dus ik neem voor de zekerheid gewoon een kort broekje mee. Deze komt van Lovies. Die vind ik echt mega leuk met van die schattige sterretjes. Dus dat zijn alle onderkantjes die ik eigenlijk meeneem altijd. Dan neem ik ook nog een pyjama shirt mee om te slapen. En dan komt nu het moeilijkste gedeelte, namelijk de shirtjes, topjes die ik allemaal mee wil nemen, want ik kan nooit kiezen. Dus ik neem echt altijd te veel mee, maar ik ga gewoon eventjes wat dingen pakken en dan laat ik het aan jullie zien. Nou, en dat is dan dus alle kleding wat ik meeneem. Dan neem ik natuurlijk ook nog sokken en dit is bijvoorbeeld een hemdje. En dan neem ik natuurlijk ook nog allemaal ondergoed en zo mee. En verder ook nog een jasje. Maar ik weet niet zo goed welke ik mee wil nemen. Maar ik denk dat ik mijn spijkerjasje gewoon meeneem. Oké, ik denk dat ik dit jasje van de Zara meeneem. En dan doe ik deze weg. En dan pak ik de beige. Want deze kan natuurlijk niet bij die groene jas. Dus dan neem ik dat wel mee. Ik ga alles in deze tas doen van de Only. Ik doe het eigenlijk altijd in zo'n grotere weekendtas. Dus ik ga alle kleren hier nu even invouwen. En dan gaan we nu door naar de beautyproducten. En zoals ik al zei, heb ik dus ook een aantal producten bij Dion staan. Ik heb bijvoorbeeld wattenschijfjes bij hem liggen, maar ook mijn reinigingsgel. Mijn dag- en nachtcreme heb ik daar staan. Ik heb ook een micellair water bij hem. Een shampoo en conditioner en zo. Het enige wat ik dus eigenlijk naar hem altijd hoef mee te nemen is mijn make-up. Verder ook die tea tree water. Ik heb deo parfum, een haarborstel, kwasten. En dat zijn eigenlijk de enige beautyproducten die ik nodig heb. Dus die ga ik nu even pakken. Nou, ik heb hier dus mijn make-up tasje en ik heb hier al mijn kwasten toen ingedaan. Dus ik ga gewoon even de kwasten pakken die ik misschien nodig kan gaan hebben. En deze. En deze. En dat zijn de enige kwasten. Dit is dus die tea tree water waar ik het over had. En verder ga ik ook gewoon een scheermesje meenemen. Die neem ik ook gewoon altijd mee. Vind ik wel fijn voor de zekerheid. Dan neem ik deze deo mee en deze parfum. Die ga ik gelijk ook even opspuiten. En ik neem natuurlijk een haarborstel mee. Ik moet wel alleen even de haren eruit halen, zie ik. En dat zijn eigenlijk alle beautyproducten die ik meeneem. Alleen mijn tandenborstel nog, maar die ligt gewoon beneden. Dus altijd als ik naar beneden loop, dan pak ik die nog even snel van de badkamer. Dan neem ik natuurlijk ook nog mijn elektronische dingen mee, zoals mijn oplader, mijn oortjes. In dit geval natuurlijk ook de oplader van mijn camera en van mijn laptop. En mijn laptop neem ik ook mee. En ik moet ook wat SD-kaartjes meenemen. Maar in ieder geval het SD-kaartje waar ik die ene video mee heb gefilmd voor school. Want maandag moet die natuurlijk af. Dus ik denk dat ik bij Dion wel even tijd heb om die te gaan editen. Dus ja, dat ga ik nu even allemaal pakken. Maar als je het je afvraagt waarom die skispullen hier liggen. Dat komt omdat het allemaal uit die ene zwarte tas kwam. Maar die neem ik altijd mee. Dus die...
ik lijk net kaal, maar let er even niet op. Ik heb dus nu al mijn spullen ingepakt. Ik heb trouwens ook nog even een sportoutfit gepakt. Want natuurlijk gaan mijn sportmatje en mijn sportoutfit ook mee. Ik weet nog niet zeker of ik mijn matje meeneem. Want ik heb morgen namelijk een rustdag. Staat op de planning van het workout challenge ding. En zaterdag heb ik wel een workout. Maar ik kom zaterdag natuurlijk ook nog gewoon thuis. Dus eventueel zou ik het ook gewoon thuis kunnen doen. S'avonds nog. Dus we moeten nog even kijken. Maar ik ga even mijn schoenen aandoen en zo. En dan denk ik dat mijn moeder mij alweer weg kan brengen. Dus ja, dit is alles wat ik meeneem. Heel snel allemaal. Maar ja, het is natuurlijk gewoon heel basic allemaal. Maar ja, ik ga dus nu lekker naar Dion. En bij deze ga ik de vlog weer afsluiten. Ik ben hem helemaal vergeten af te sluiten. Dus ik sluit hem nu de volgende dag af. Ik hoop dat jullie deze dagvlog weer leuk vonden. Als het zo was, vergeet dan niet even dat blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet zeker niet te abonneren. En dan hoop ik jullie dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende dagvlog. Doei!